Hoeveel mensen hebben zich al uitgesproken over die affaire met die Will Smith en die Chris Rock? Ja, nou ja, iedereen maar mening en mening en mening. En ja, beste vrienden, hoe wil je er naar kijken? Daar gaat het om. Kijk, die Will, ja, die werd boos. Dat begrijp ik. Die had dat natuurlijk op een andere manier kunnen oplossen. Die had ook gewoon op kunnen staan daar voor het podium en kunnen zeggen... Hé, wat is dit, Chris? Hou je kop dicht over mijn vrouw en klaar. Dat had ook gekund. Dat had al herrie genoeg gegeven. Maar nee, hij kon zich even niet beheersen. Maar dan nog gaat iedereen die gaat dan tekeer over die klap. Nou ja, klap. Klap, vrienden. Heb je... Kijk naar die, goed naar de foto's en kijk goed naar die opname van die tik. Want het is gewoon met vlakke hand, gewoon open hand, veegt hij zo langs zijn wang. Dat is wat hij doet. Hij doet zo langs zijn wang heen. Hij doet niet dat. Want als hij dit had gedaan, vrienden, dan had de hele Chris daar nooit meer gestaan. Die Wil, die deed gewoon dit, weet je wel, als een soort corrigerende tik. Goed, dat was dan even de kant... van onze Wil. Maar nou even de kant van Chris Rock. Want ja, die Chris, moet je eens luisteren, dat wordt dan verkocht onder het kopje van satire. Oh, en dan mag dus de stand-up comedian of de cabaretier, die mag alles maar zeggen wat hij wil. En, maar vrienden, daar ben ik het dus volkomen niet mee eens. Dat is niet zo, want daarmee mag dus de komiek, die mag alles maar zeggen wat hij wil. Nee. Nee dus. Nee. Ook voor de komiek is er een grens. Ook hij moet goed blijven nadenken. Wat kan wel en wat kan niet. Want die Chris, die wist natuurlijk van die ziekte. Van dat haar, van die vrouw, van die Wil. Ja, dat wist hij natuurlijk. Dus dan had hij al van tevoren kunnen bedenken. Nou, weet je wat? Laat ik die grap even weg. Klaar. Klaar. Geen enkel probleem. Niks aan de hand. En niemand die het weet. Niemand die het merkt. En de show wordt er niet minder om. Maar toch doen. En dan krijg je dus zo'n reactie. En dan van... Ho, wat gebeurt hier? Ja, natuurlijk is de reactie van Wil... is over de top. Ja, dat begrijp ik. Maar onze Chris gaat ook niet vrij uit. Want ik weet nog, vroeger vrienden... toen deden wij Popiopie. Daar werd de paus op een lollige manier tegen het licht gehouden. En ja, daar keken 5 miljoen mensen naar. En daar waren heel veel mensen al boos over. Vragen in de Tweede Kamer, noem het maar op. De kranten schreven er allemaal over. En wij lieten de paus alvast voor het bezoek aan Nederland allerlei dingen doen. We lieten hem Nederlandse dingen eten. We lieten hem slootjes springen. Als het maar Nederlands was. En toen kwam bij ons in de vergadering het punt. Zullen we hem ook even naar de wal laten gaan? Ik zei, nee, dat doen we dus niet. Dat is nou weer een stap te ver. Niet, je gaat niet de paus naar de hoeren laten gaan. Dat gaat nou weer te ver. En dat hebben we toen dus ook niet gedaan. En dat bedoel ik te zeggen met, er zijn voor de komiek, zijn er ook grenzen. En die zijn er ook voor Chris Rock. En daarom zit ik eigenlijk te wachten op het sorry van Chris Rock.